En Molenaar gaat door. Tussen twee man in, dat kost Eriksen een gele kaart. Cruijff ligt geblesseerd. Deze actie toonde eens te meer aan dat hij de duels niet schuwt. Lerby met de vrije trap. Heel hard en het scheelt niet echt veel. Kieft. Olsen of niet? Wel. Een aardig opstootje, maar het mag van scheidsrechter Bakker. Rijkaard. Cruijff. Raakte hem niet goed. Olsen. Voorin van Basten. Wint het kopduel. Schoenhaker kans, voorlangs. Goeie aanval van Ajax via Olsen richting Marco van Basten. Die weet dat Schoenhaker achter hem staat. Kieft. Cruijff. Kolderwoed. Ruimte op het middenveld nu voor Roda via Van der Ven. En Marijnissen. Die in de zone tegen Cruijff moet spelen. Maar aanvallend over Cruijff heen gaat. Dit is natuurlijk erg goed wat Van der Ven doet. Goed doorgelopen. De vingertoppen van Schrijvers. Prima uitbraak van Roda via Marijnissen. En Peter Van der Ven die is doorgelopen naar de spitspositie. Molenaar. Ingreep Kolderwoed. Schoenhaker herstelt en Marijnissen raapt het dan op samen met Van der Ven voor Roda. Hofman, Van der Ven doorgelopen. Mulby moet naar hem toe. Dat is goed wat Peter Van der Ven daar doet. En Van Schrijvers natuurlijk ook. Mulby. Met één iemand naar hem toe. Dat is het verschil bijvoorbeeld met afgelopen woensdag toen PSV hier speelde. Molenaar overigens. Smits mist en Kieft kan scoren. Roda dat wel de verdedigers van Ajax stoort. Maar in dit geval Molenaar vrijelijk liet opkomen. Die ziet Kieft en Kieft scoort zijn 16e treffer van dit seizoen. Ajax leidt na 25 minuten met 1-0. Nu via een ingooi. Martin van Geel. Eriksen. Schoenhaker van Basten. Ajax nu duidelijk de meerdere van Roda. Van Basten op de solo tour. Kieft. Net. Lerby. Boeven. Schoenhaker buitenspel. Dit feest gaat niet door. Goedemiddag. Olsen in topvorm. Vier man voorbij. Cruijff. Klein grijpt dan in. Het is jammer voor Jesper Olsen dat uit deze formidabele actie niet meer te halen viel bij Ajax. Marijnissen, het loopwonder bij Roda. Van Geel. Eriksen. Van Geel komt in. Eriksen probeert het zelf. Dat is knap wat hij daar doet. En nu het vervolg. Dat duurt te lang. Mulby lang op Olsen. Lerby. Olsen. Marijnissen. Cruijff. Kieft. Opnieuw Cruijff. Lerby. Weggekoopt Klein. Van Basten. Van Geel. Marijnissen. Dan bij zijn eigen doelman om te verdedigen. En dan weer voorin om een aanval in te leiden. Klein. Opmerkelijk veel ruimte voor Hofman daar. Veel mensen voorin weer. Het schot van Hofman gaat voorlangs. Cruijff gebaard.
wacht op voldoende steun. Rijkaard. Van Basten. Olsen, weer dat directe spel. Marco van Basten. Prima ingreep van Jos Smits. En dan in paniek corner getrapt door Hansen. Schitterende aanval van Ajax. Vlak voor de pauze ingeleid door Johan Cruijff. Van Basten alleen op Jos Smits af. Die de weg naar het doel goed afschermt. Alleen Mulby is vrijgelopen. Heeft ook ruimte nu. Verlegt het probleem dan naar Cruijff. Zo gaat het meestal bij Ajax. Hij blijft de lijn uitzetten. Molenaar. Dat is goed wat Molenaar dat doet. En de kopstoot van Schoenaker. Het is 2-0. Het is opnieuw Keje Molenaar die net als bij het eerste doelpunt aan de basis staat van Ajax Succes. Dit keer vindt hij het hoofd van Dick Schoenaker. Zesde minuut, tweede helft. Cruijff met een opening op Boeven. Hofman verdedigt mee. Rijkaard ineens. Molenaar gaat eruit. Ophof met 15. Herstelt van een blessure. Komt erin. Eriksen. Coldewood en Marijnissen. Roda heeft kennelijk weer moed gevat. En durft er iets te ondernemen. Van Geel. Schiet er maar. Goed schot, Martin van Geel. Het handje van Piet Schrijvers. Prima poging van Martin van Geel in de 16e minuut van de tweede helft. Schrijvers krijgt weinig te doen. Als hij iets moet doen, dan is hij er. Schoenaker. Lerby. Is ook niet slecht natuurlijk. Prima schot, Søren Lerby op de lat. En nog eens in de rebound, Smits. Lerby, sinds de geruchten dat hij naar Bayern zou gaan, minder opvallend bij Ajax. Maar dit is weer zo'n sterk moment van hem. Marijnissen. Van Geel. Rijkaard. Heel simpel, maar o zo effectief. Cruijff. Smits. Goed werk van Raven. Eriksen krijgt een kans en moet scoren. En doet dat. Dankzij het goede werk van Roger Raven, die tussen twee Ajaxiden de weg vindt naar John Eriksen. Die scoort zijn 13e treffer dit seizoen. En misschien komt de spanning terug in de wedstrijd. 2-1. Van Basten gaat eruit en Vanenburg, hersteld van een lichte ziekte, mag de laatste 20 minuten meedoen. Olsen. Cruijff. Buitenkant rechts. Zijn specialiteit. Schoenaker. Op het lichaam van de Ven. Nee, het was klein. Vanenburg. Met links. Olsen. Dat is wel weer goed natuurlijk. Die directe beweging van Olsen. Bakker had al gefloten voor een vrije trap. Lerby met de vrije trap. Schoenaker, Smits, nog een Schoenaker. 3-1, wedstrijd is beslist. Vrije trap Lerby, Schoenaker speelt onopvallend, maar is toch daar als het nodig is. In twee keer, nog 10 minuten, 3-1. Ajax heeft nu weer de zekerheid van de marge van 2. En kan lekker vrij uitspelen naar het eind toe. Van Geel. Ajax weet natuurlijk ook dat het in dit stadium van de competitie zich geen puntenverlies kan veroorloven. Van de Ven. Eriksen. Van Geel. Schiet maar eens. Goed schot. Rijkaard blijft maar voorin. Weet dat achterin de zaak dicht zit. Vanenburg schiet. Een prachtig wippertje op de lat. Olsen. Lerby. Olsen. En dan is het over en uit. Zoals de wedstrijd ook over en uit is. Ajax wint met 3-1 van Roda. Roda dat zich goed verweerd heeft. Maar dat toch uiteindelijk te weinig in huis had om het Ajax echt